Yo mensen en welkom bij de Eloy Room in de Spits Challenge. Dan vraag je je af, waarom de fuck Eloy Room? Nou, laatst op Twitter linkte een volger mij dat hij, ja, Eloy Room, keeper van Vitesse, was gewoon aan het livestreamen, dus ik ging eens kijken. Een fucking stacked account team met Ronaldo, Messi, Neymar, echt fucking ziek. Dus ik had een potje tegen hem gespeeld. Ik had 2-1 verloren, want als je een team speelt van 15k, dan ga je niet winnen van dat. Maar ik dacht, weet je, Eloy Room, toppe gozer. Ik vond het echt cool dat hij dat deed, weet je. Gewoon een beetje normaal livestream interactie met de mensen die het volgen. En dat was gewoon goed. Dus ik dacht, we gaan eens kijken hoe die in de spits is. Nou, als je dit vaker wil zien, challenge, wat dan ook, maakt niet uit. Doe vooral een duimpje omhoog. Als deze video de 1001 likes kan halen, zou dat heel erg fijn zijn. Mag gezegd worden. Maar, iedereen gaat trouwens zeggen, oh mijn god, dit jantje van Milo. Nee, ik had gewoon aan Milo gevraagd of hij dit prima vond. Was geen probleem. Dus daarom ga ik hem gooien. Mocht hij niet scoren en winnen in die wedstrijd, mochten we die wedstrijd niet winnen, dan zal ik toch geneigd zijn om Piet Veldhuizen erin te brengen, ja. Het zal moeten, een beetje. Helemaal geen verkeerd kaartje voor Pietje. Hij heeft een beetje een vieze baard. Ja, best wel vies. Maar we gaan eens kijken hoe hij het speelt. Hier vraag je af waarom geen Ziyech of Klaassen op cam. Want ik had die video gezien van Robbie versus Maher. En ik vond Maher best wel een goede vent. Dus ik dacht, gooi hem gewoon op CM. Weet je, het maakt toch niet heel erg uit. Dus laten we zien hoe het gaat. De voorwaarde is dat Eloy Room moet en scoren. En we moeten de wedstrijd winnen op het moment dat ik hem wissel. En dat is gewoon moet te doen zijn eigenlijk. Ik heb gewoon wat pezenvleugels gegooid. Ja, ik heb Elia niet. Had ik wel kunnen doen. Maar ik vind Nashen best wel prima spelen en vet. En natuurlijk Bibioli. Dus ja, laten we zien. Oké, we hebben een tegenstander. En zijn clubnaam. Ik weet niet waar het op slaat, om eerlijk te zijn. Maar hij oh. Ouch. Dat is een best wel goed team. Ja, eigenlijk geen slechte speler. Upgraded Ben Arfa. Upgraded Dybala. Verder geen upgrades. Wat? Dan heb je zo'n sick team. En dan zit je Marchetti op doel. Nou ja, laten we zien of Eloy Room kan scoren. Ik betwijfel het. Het zou wel mooi zijn als ik gewoon een skill move kon doen. Maar het probleem is, Eloy Room heeft natuurlijk 1 ster skill moves. Althans, we gaan het nu testen. Ja, de beste man heeft 1 ster skill moves. En hij heeft niet echt sprintsnelheid. Dus ik heb hem maar gewoon gezet op stay central. Want ik heb niet het gevoel dat ik gekke acties neer ga zetten met hem. Oké, de lag is tot nu toe behoorlijk real. Je kunt het al zien onderaan het scherm. Dus ik hoop dat dit niet zo blijft, want je ziet het gewoon meebewegen. Het is echt, het is zo dramatisch. Het is het gevoel van, oh nee, mijn tegenstander. Mijn tegenstander zit in de McDonald's. Die save van Cillessen. Doe normaal. Fucking hell, alsof het fucking van de Sar is. Oké, dat krijgt een corner. Maar wat jullie trouwens laatst ook gemist hebben, dat was in zijn stream. Zou zeg maar, Eloy Room zou eerst tegen Jordan spelen, oftewel FIFA Zlatan NL. Maar Jordan heeft natuurlijk shit internet, dus dat werd hem niet. Dus toen liet Jordan aan Eloy Room de prank remix zien. En als je die niet weet, kent, dan zal ik die gewoon even in je scherm laten zien. Het is echt gênant. Zeg maar een pro-speler, gewoon Eloy Room, die kent je niet. En het eerste beeld dat hij van je krijgt is de prank remix. Oké, komt ie. Maar dit verdedigen we natuurlijk. Hop, jappie, pakt hem gewoon. Oh, kut. Oh, waar... What the fuck doet Cillessen helemaal daar? Hij stond net in zijn... Hij viel over zijn directe tegenstander. Oké, we hebben hem jongens. We hebben hem. Oh mijn god, Eloy Room. Eloy Room. Oh. Dat was serieus zo'n goed schot en zo'n zieke redding. Wat ik trouwens ook echt niet snap aan de matchmaking van FIFA is hoe ik met mijn teambeoordeling tegen dat team kan komen van hem. Ik heb echt het gevoel dat hij een bronzen bank heeft ofzo, want... Volgens mij kan dat gewoon niet. Oké, komt hier. Adam, Maher. Adam, kom op jongen. Adam, nee. Eloy, blijf nou op je plek. Blijf nou op je plek. Oh, wacht. Dit kan hem worden. Dit kan hem worden. Moet hij er nu in? Nee. Dit verzin je niet. Eloy, waarom kan je niet finishen? Pik, ga er gewoon op trainen. Ga er gewoon op trainen. Oké, komt hij weer. Komt hij weer. En... Wat? Ja. Fucking 1 schot met Dybala. De upgrade Dybala is ook wel echt belachelijk goed natuurlijk. Maar nu sta ik 2-0 achter en Eloy Room had misschien moeten al 2 keer kunnen scoren. Het is rust en hij heeft natuurlijk 9 schoten, 5 op doel, wat niet heel vreemd is gezien zijn team. Maar ik heb 2 schoten, 1 op doel en ze waren allebei van Eloy Room en allebei hadden er eigenlijk in moeten. Maar het is een keeper, dus we gaan zien of we die tweede helft nog in ieder geval iets kunnen maken. Oké, kom ik hè, kom ik. En ik heb hem, oh ik heb hem hoor. Ja, oké, nu breed. Nu breed. En dan terug op Eloy, nee... Het mag gewoon niet zo zijn. Ik zeg het je. Oké, dit moet Jappie hebben. Dit moet Jappie hebben. En ik krijg een penalty tegen. Dat is op zich wel terecht. Anders was het toch 3-0 geweest.
Dus als ik hem nu tegenhoud, is het alleen maar een winst. Het probleem is alleen dat dat waarschijnlijk niet gebeurt. Want Jappie's geschiedenis met penalties is goed, want hij houdt de fucking penalty. Helemaal niks mis mee. Kut, en dan komt hij er ook nog eens door met Dybala. Ja, oké, denk maar aan. Laat maar gaan natuurlijk. 3-0. Het is ook gewoon niet te doen. Al mijn verdedigers zijn uit positie dan. En hij heeft echt een ziek goed team. Oké, kom op. Eloy Room moet nu in positie staan. Zijn derde kans. En hij scoort niet. En dan is de wedstrijd voorbij. Ik verlies met 3-0. Eloy Room heeft 300% kans gehad. En toch krijgt hij een 6.7. Wat heeft hij nog goed gedaan? Hij heeft 2 van de 3 schoten op doel weten te krijgen. Hij heeft 14 van de 15 basis goed gegeven. Dat is best indrukwekkend. Hij heeft 1 van de 5 dribbles voltooid. Dat is nog beter dan verwacht. En 2 van de 2 tackles gewonnen. Nou Eloy, je hebt het gezien. Als Patrick Kluivert je ooit vraagt om in de spits te gaan staan, zeg dat je het prima kan als je maar niet hoeft te scoren. Als je niet wordt gevraagd te scoren in de spits, kan je het prima een keer proberen. Mensen, ik dank je voor het kijken. Als je hier nog een challenge weet waarvan je denkt, is wel het proberen waard. Laat me dat wel weten in de reacties. Like het als je genoot. Je kunt me volgen op Twitter. Best wel een goed idee. Je hebt aardig wat inzicht in wat ik waarschijnlijk ga uploaden. En ik zie jullie later. Ciao.